Goedemorgen, het is 8 uur. Dit uitzicht helpt wel echt hoor. Paradise! Ik heb het buffet ontbijt genomen bij het duikcentrum. Ik heb hier een hele bak met fruit, daar 3 eitjes, hieronder een roti kanai, donut, honing, boter en currysaus voor de roti kanai. Ik dacht, dat moet ik wel even proberen. Oké, we hebben net het duik en ondiep water gedaan. Ik kan niet filmen met mijn GoPro, want ik krijg in feite gewoon les, dus ik moet opletten. Maar het ging goed. Ik had alleen één momentje dat ik in paniek raakte, omdat ik mijn oren niet... Hoe zeg je dat? Ja, in het Engels heet het clearen, maar betekent zeg maar stabiliseren aan de waterdruk. En toen ging het dus omhoog en mijn oor was een beetje aan het branden en zo. Maar voor de rest ging alles super goed. Ik kon eigenlijk best wel alles meteen wat je moest doen. Het is zo leuk om te doen. En ik ben nu dus met het tweede ontbijtje bezig. Zometeen moeten we nog een video kijken en we hebben nu eigenlijk alle skills, alle vaardigheden die je in ondiep water met ondiepe duiken moet kunnen. Dat hebben we nu al gedaan en vanmiddag gaan we nog voor een diepe duik. En dan ga ik wel mijn GoPro meenemen natuurlijk. Yes, laatste video's kijken en dan gaan we straks weer duiken. Yay, we zijn klaar met de video's kijken. Over een uurtje gaan we weer duiken. En ik zag deze kamer waar we de video's dus hebben gekeken en er is een vette airco. Ik ga een dutje doen hier. Ik heb gevraagd, mag ik alsjeblieft een dutje doen daar? Ja, tuurlijk, doe ik. Awesome. Oh my god, dat was echt zo vet. Crazy, we hebben gewoon een schildpad gezien. En morgen weer 2 duiken. Oké, tijd om op te laden met food. Gebakken rijst en groentencurry. Ik zit nu even bij een tentje aan het strand, want ik had geen zin om naar die andere te lopen. We gaan zien of dit even lekker is. Het ziet er wel goed uit en het ruikt ook goed. Woehoe, ik heb de officiële toets gedaan. Dan moet je dus 50 vragen beantwoorden over alles wat je hebt geleerd, theorie en praktische shizzle. De duikapparatuur in elkaar zet. En ik heb nu dus 3 keer alles in elkaar moeten zetten en weer uit elkaar moeten halen.